allemaal welkom. Op de eerste plaats natuurlijk onze Nederlandse kampioenen, Rick Jennings. Brian Schouten. Julie Leijs. En Ricardo van Dorp. Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is, want ik denk dat je ook al wel in de kijker komt bij de andere ploegen, zeg maar. Bij de grotere ploegen. Ja, dat is uiteindelijk wel het doel natuurlijk om de top te halen. Is het toeval dat er nou in één keer vier Nederlandse kampioenen hier zo deze ochtend staan? Nou, ik denk niet toeval. Ik merk wel dat er veel goede sporters hier op school zitten. Dus dat is wel leuk dat we meteen vier hebben. Dus. Ik ben heel blij dat we waarmaken wat we beloven. Dat sporters de kans krijgen hier om hun onderwijs en hun sport goed te doen. En ik ben heel blij dat het gelukt is. Op het Johan Cruijff College in Roosendaal combineren talenten topsport met een mbo-opleiding. Zo hebben de jongeren ook een achtervang, want het valt niet altijd mee om de absolute top te bereiken. Dat is een beetje de pest, hè? De sport waar jij in zit, zeg maar, is natuurlijk erg moeilijk om door te dringen, omdat je gewoon veel geld nodig hebt. Ja, precies. Het gaat niet om 10.000 euro. Al is elke euro is welkom qua sponsoring, maar om echt door te kunnen stromen naar de WK, denk ik toch al gauw aan bijna 300.000 euro per jaar. Het is inderdaad heel erg belangrijk om studie te hebben naast je sport, want je weet nooit wat er gebeurt waar je gaat eindigen. En zonder studie... Ja, is het ook gewoon een stuk lastig om bijvoorbeeld sponsoren te doen, te krijgen. En na je sport moet je ook gewoon een studie hebben. En het is echt top dat je nu je studie kan combineren met je sport. Zodat je niet of voor iets moet kiezen, maar gewoon allebei kan doen en toch op het hoge niveau kan blijven. De aankomende topsporters moeten, net als elke andere mbo-leerling, 850 schooluren maken. Herman Kruijs, directeur van het Johan Cruijff College, wil daar verandering in. Ik vind dat we nog steeds voor een aantal topsporters te weinig kunnen doen. En dat heeft alles te maken met de urennorm. En willen wij in 2016 Rio de Janeiro de toppers hebben, dan zullen we dus nog meer ruimte moeten geven om die sporters zich te laten ontwikkelen. Dus talenten die ambitie hebben, die de stap naar de top willen gaan maken, maar niet kunnen omdat ze in het onderwijssysteem vastzitten. Daar moeten we echt aan veranderen. De Cruijff-organisatie zal binnenkort met de mensen uit het hoogste niveau in de politiek gaan praten om dit aanhangig te maken. En wie kan dat beter doen dan de verlosser zelf? Eind deze week gaat hij naar Den Haag om het te bespreken.